Je wordt er helemaal gek van. Je wordt van links naar rechts, van het kastje naar de muur gestuurd. Je denkt, hier ben ik toch al geweest. Pap, en dan krijg je in één keer de IJzerbos weg. Maar die zouden we toch al eerder krijgen. Desoriëntatie alom. Dat is de clue van de Amstel Gold Race. Nou, dit is dus het parcours van de Amstel Gold Race. Een mooi landkaartje, maar wat je ziet is dat er drie kleuren lijnen staan. En op dit punt staan we nu bij nummer 28. En dat punt, daar kom je eerst blauw langs, dan rood langs en dan groen langs. Nee, rood het laatste duwen. Drie keer op een verschillende manier. En als we daar uitzoomen, want we staan op dat punt. Dan zie je daar die mast, dat is de IJzerbosweg. En een koers is toch onderweg zijn. Dat is met een peloton van A naar B. En dat is de moeilijkheid, Amstel Gold Race. Je rijdt. Dat doen ze erom. Er is hier gewoon een uur lang geen verkeer en dan gaan ze 23 keer. Sorry. En dat is. De moeilijkheid van de Amstel Gold Race is dat je wel van A naar B onderweg bent, maar steeds over dezelfde soort routes en steeds op een andere manier. Ben je dus in een peloton aan het rijden en je moet je oriënteren op waar je naartoe gaat. Je ziet daar links de IJzerbosweg punt liggen, die zendmast die daar staat. Je weet nu is het aan de hand en dan moet je in één keer hier door deze booby trap. Een paaltje waar je rechts links langs kan, dan kan je garanderen dat het grote ongeluk van de poot komt te gebeuren. Dan kom je hier aan. Dit ziet er aan de wielertrissen zie je dat het al behoorlijk oploopt, maar dit is die 7,5% gemiddeld, dus iets minder. Het is veredeld van spat. Maar nu niet kijken. De Ronde van Vlaanderen heb je dan nog kasseitjes bij, maar de essentie van Limburg is dat je helemaal een carousel van al die wegjes waar je links en rechts gaat en weer terug op dezelfde punt. Dan ben je al helemaal daar. Je hebt veel klimkilometers. Ja. Het is er al een beetje van eigen. Hier zie je het. Dit is het punt. Je wordt er helemaal gek van. 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 Je wordt er helemaal gek van.